Yo, beste kijkers van Veel Vraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk met z'n weer eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan gewoon weer voor de... Nou, wat zullen we doen? We gaan gewoon voor de 2000 likes. Of, nou, 3000. 3000 moet sowieso wel lukken. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet niet onze supporter creator code te gebruiken in de item shop. En laten we daar ook gelijk mee gaan beginnen met de item shop van vandaag. Het is vandaag 3 januari en dit is de item shop. Een niet heel bijzondere itemshop. In principe is niks nieuws namelijk in de itemshop. Tenminste, wat ik nu zie. Ik zie namelijk de Magnus, de Vertex en natuurlijk alle accessoires die erbij komen. Bij de daily items de Poplock. Die is trouwens wel echt heel erg leuk. Ik zit nog steeds te twijfelen om die te gaan halen. En natuurlijk de T-Pose. Nou, ik denk dat iedereen die ondertussen wel heeft. En de Arctic Assassin is ook echt heel erg gaaf. En wat ik net al zei, dus je kunt hierbij de supporter creator code te veel vraag gebruiken. Wordt heel erg gewaardeerd. En niet te vergeten, om de 2 weken dan reset die code. Dus moet je hem opnieuw invullen. En het wordt gewoon simpelweg, wat ik net ook al zei, heel erg gewaardeerd als je die code gebruikt. Wie dat ook heeft gedaan is Onoxy. Hij heeft namelijk de Assault Trooper gehaald van 800 V-Bucks. Hij heeft ook de Arctic Assassin, de T-Pose, de Electro. Huppelepup heeft hij gehaald. Super nice, dikke shout-out naar jou, Onoxy. Dankjewel voor het gebruiken van de code. Laten we doorgaan naar het eerste topic. Gisteren om 3 uur was er een soort van mini-update die niemand heeft doorgehad, basically. Je had ook niet moeten updaten of zo. Het was gewoon random in één keer. Flits weg, namelijk precies om 3 uur. En wat er is veranderd? Nou, heel simpel. De battlebus is weer normaal naar hoe die was, zeg maar. Alle kerstbomen zijn weggehaald. En wat wel apart is, alle bushes die op de map staan, die zijn nog niet aangepast. Maar waarschijnlijk moet daarvoor echt een update komen, zeg maar, om dat aan te passen. Maar nu is alles weer back to normal, zeg maar. Behalve dan het sneeuw. Ook de LTM's waren om 3 uur geremoved. Toen waren er eventjes geen LTM's. Maar later op de dag hebben ze namelijk weer LTM's toegevoegd. Want in het nieuwssectie staat nu ook: play it back. We're mixing up the LTM's to feature some of the favorite modes from the 14 days of Fortnite event. Dus ze gaan gewoon wat random beste LTM's weer toevoegen. Ik heb geen idee hoe lang, of dat een dag is of 2 dagen. Maar in ieder geval, we kunnen dus verwachten dat ze het weer een beetje gaan mixen. En vandaag hebben we Team Rumble en Unvaulted Duos. Team Rumble ben ik wel heel erg blij mee. Is natuurlijk een hele chille game mode. Voornamelijk ook om gameplay mee op te nemen. En nu vragen heel veel mensen zich af van, ja, waarom nemen wij bijna nooit solo's op bijvoorbeeld? Nou, nu in de achtergrond zie je een solo matches, waarbij ik moet zeggen, ik glitch op een of andere manier, waardoor het beeld heel te stotterend is. Het is echt een heel irritante glitch. Kon er niks aan doen. Het ontstond volgens mij omdat ik een zipline gebruikte, maar heel vaag. In ieder geval, we doen bijna nooit solo's, omdat het heel erg irritant is qua opnames. Omdat wij, nou, soms wel 3, 4, 5 video's op een dag hebben en niet zo vaak een solo winnen. Dus vandaar is bijvoorbeeld de Team Rumble, waar je ook nog een keertje dood kan gaan, heel veel chiller. Want dan gaat de opname vaak in één keer goed. Want anders moeten we misschien soms wel 5 keer opnemen voor 1 gameplay. We moeten zoveel video's per dag uploaden. Of ja, niks moet. Maar dat doen wij gewoon. Dus dan is het veel fijner om een game mode op te nemen waarin je een keertje dood kan gaan, in plaats van solo's waarin de game in één keer is afgelopen. Goed, dat even tussendoor gezegd te hebben, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat over de 14 Days of Fortnite. Want blijkbaar heeft Fortnite een klein foutje gemaakt met de 14 Days of Fortnite. Op social media hadden ze namelijk een verkeerde datum gezegd wanneer het was afgelopen. En heel veel mensen hebben daardoor niet alles kunnen unlocken. Gelukkig heb ik in ieder geval wel het meeste kunnen unlocken. Niet alles, bijvoorbeeld die stomme emotes en zo, dat boeit me allemaal niet. Die heb ik gewoon niet geunlocked. Maar alle overige backblink, pickaxe, de glider heb ik natuurlijk wel geunlocked. Maar voor de mensen die niet alles hebben kunnen unlocken, bijvoorbeeld op de laatste dag de glider, die hebben geluk. Want ze hebben namelijk dit naar buiten gebracht. We apologize for communicating the wrong end date for 14 days of Fortnite on social channels. To make up for this,
players that completed at least one 14 days event challenge will be granted the Equalizer Glider. Eligible players will begin receiving theirs in the near future. Dat is natuurlijk super nice, dus mensen die één van die 14 challenges hebben gedaan, die krijgen die glider nog, omdat ze dus de einddatum eigenlijk verkeerd hadden gezegd. Waar er heel veel mensen bijvoorbeeld die glider niet hadden. Dus super chill, die glider is best wel grappig, maakt ook een best wel grappig geluid. Dus dan weet je dat, dan krijg je die sowieso. Gaan we door naar het volgende topic en gelijk alweer het laatste topic. Maar het is wel een heel interessant topic. Het gaat namelijk over de derde content update. Want we hebben natuurlijk de eerste content update gehad met het cadeautje. Toen kregen we de tweede content update met de boombox. En nu krijgen we de derde content update. En dat is aangekondigd door Mr. Popo, zoals je ziet in deze post. De third and final content update voor die V7.10 is coming Tuesday. Dus dinsdag kunnen wij deze update verwachten. Dat is natuurlijk super nice. Maar wat kunnen we verwachten in deze update? Ik gok dat we een wapen gaan krijgen en niet het driftboard. Ik denk dat het driftboard gewoon te hard geglitcht is. Dat ze daarmee wachten tot de 7.2 update. En dat we dus nu een wapen gaan krijgen wat al is geleakt. En dat is dit wapen. Dat is natuurlijk super nice. Deze kunnen we verwachten in de komende content update. En die week daarop, dan kunnen wij de 7.2 update verwachten. En dan is ook alles back to normal. Dan is Epic Games gewoon weer aan het werk. En dan kunnen we grote updates gaan verwachten voor dit seizoen. Nou mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Drop nog eventjes op een duimpje omhoog. Zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneer je natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet onze supporter creator code te veel gevraagd te gebruiken. Wordt heel erg gewaardeerd. Mensen, geniet nog eventjes van de solo gameplay. En ik zeg alvast Victory Royale. Mensen, enjoy. Peace out.